Nou, dit jaar is het 60 jaar geleden dat bij Harmelen het grootste spoorwegongeluk plaats had. De treinramp Harmelen. Morgens om 6:30 gingen wij met de trein altijd van Leeuwarden op montage. En die 8 januari ging ik naar Rotterdam. Daar zaten 400-500 mensen in. En zo ging je naar Amersfoort en van Amersfoort ging je naar Utrecht. En in Utrecht bleef hij staan. Ja, wat is er aan de hand geweest? Nou ja, hij bleef zeker 10 minuten staan. Op een gegeven moment ging hij dus wel. Nog geen 5 minuten later een enorme knal en alles vloog van de wand, de rekken en de TL-lampen kapot en tassen en et cetera allemaal. En toen ben wij met nog 2 anderen die in dezelfde coupé zaten door dit raampje naar buiten geklommen. Toen wij dus naar buiten gingen hoorden we gegil en geschreeuw van mannen, maar ook van een meisje van een jaar of 10, 12. En dat meisje dat bleek onder in de trein te zitten, dus in die Rotterdamse trein. En wij lagen dus op die trein en we zijn daar naartoe geklommen. En zo zijn we erbij gekomen. En toen hebben we met vereende krachten, want we waren met z'n drieën, hebben we dat meisje dan van onderen weer helemaal naar boven geholpen. Van een naar de andere en zo naar boven. Dat was een hele hoge berg met ijzer. Dat ben ik, André Smeding. Daar ben je bezig met hulp te verstrekken. 1:30 heb ik verbinding gekregen met het thuisfront, met mijn ouders en met de zaak. Alles bezet en lijnen bezet. Nou ja, en toen hoorden ze om 1:30 dat mijn vader had ik aan de lijn, dat ik nog in leven was. Mijn vader die was 11 januari jarig en normaal gingen wij vrijdags weer naar huis. Maar toen heb ik gevraagd als ik een dag eerder naar huis mocht, donderdags. Nou, dat ging dan met moeite. En nou ja, en zodoende ben ik donderdagavond weer naar huis gegaan met de trein. En toen reden we over hetzelfde baanvak waar het gebeurd was. En dan kon je de stukken trein, die stonden nog aan de zijkant. En heel langzaam reed de trein toe. Dat maakte je in wezen opnieuw mee. Het was een verrassing dat ik in één keer weer de deur opende van het huis en dat ik de kamer binnen liep en dan kwam ik binnen. En dat was heel emotioneel, ja. Dat was heel bijzonder, ja.